Dankzij Rick van Stippend worden de meest uiteenlopende auto's weer fabrieksnieuw. Iedere week neemt hij je mee in zijn wereld en leert hij jou de fijne kneepjes van zijn vak. Ja, bij Stipt maken we oude auto's nieuw. Maar hoe voorkom je nou dat je een oude auto dus niet meer nieuw hoeft te maken? Nou, dat ga ik jullie vandaag laten zien. Even het slot openen. Hoppa. Kijk, de eigenaar van deze Alpina, dat is een man met verstand. En ik zal je uitleggen waarom. Dit is namelijk een splinternieuwe auto en die staat bij ons al op de brug. We hebben hem volledig voorzien van 2K. En daarmee voorkomen we dus dat hij over 10 jaar weer bij ons op de brug staat. Dus om roest, corrosie en ernstige vorm van slijtage te voorkomen. En buiten dat ziet het er ook nog eens een keer heel mooi uit. Kijk. Want dit is dus een nieuwe auto die dus volledig in de 2K staat. Eigenlijk zie je praktisch niet dat het is aangebracht. En als we dadelijk een paar jaar verder zijn en die auto is helemaal vuil van onderen, maar wel roestvrij en je maakt hem schoon, dan komt dit er dus weer onder vandaan. Kijk, dit zijn natuurlijk die aluminium draagarmen. En voor de autokenner, die weet dat dit het eerste is wat vol met corrosie gaat zitten. Zo ook even een persoonlijk verhaal. Mijn vader kocht begin 2000, dus 23 jaar geleden, een nieuwe Ford Focus Sedan Ghia. Dat was toen een hele chique, revolutionaire auto. Ik was een manneke van een jaar of 10 en ik weet nog goed dat we naar de Ford dealer gingen. En die auto is uiteindelijk ingeruild op die rode Ford Transit. Daar hebben we een item met Autowereld van gemaakt toen die auto, of althans toen die bus net klaar was. Dat was mijn eerste uitzending ook trouwens. Maar die auto die heb ik dus gevonden. Die dus ingeruild is op die rode Ford Transit. Die heb ik aangekocht en fabrieksnieuw gemaakt. Dit was de eerste uitzending Autowereld, een paar jaar geleden. Maar die bus werd dus nieuw aangekocht en daar werd een auto op ingeruild. En dat is dus die daar. En dan gaan we dus 23 jaar terug in de tijd. En ik was zo klein, jongen. En ik weet nog goed, ik had alle folders. Ik wilde eigenlijk een bedeau rode met beige lederen bekleding. Maar uiteindelijk wilde mijn moeder natuurlijk een zilveren, gewoon met zwart stof erin. Want ja, dat was allemaal net wat couranter natuurlijk. Maar dan zoveel jaren later hebben we hem natuurlijk helemaal aangepakt. Dus alles wat je ziet is ook nieuw. Er staat overigens niet zoveel kilometers op. Volgens mij iets van 112.000. Maar ja, al met al is het ook wel gewoon een collectors item geworden. Dat is natuurlijk iets wat je sowieso niet zo vaak ziet. Een brug in een showroom. Maar ja, hier kan dat natuurlijk ook gewoon. Maar deze auto, dit is een voorbeeld van, nou, hoe zal ik het noemen? Een soort rebuilding, dus echt een volledige restauratie. Dus alles is compleet herspoten, inclusief de velgen, voor- en achterzijde. En als je hier dan zo in kijkt, kijk, zie je naar die remmetjes. Kopse kanten van de remschijven, de remklauwen, de naafdopjes, spiraalveren. Alles wat je ziet is nieuw. En in die tijd gebruikten ze ook nog gewoon trommelremmetjes achter. Nou ja, dat is een keuze geweest waar ik dan weer niet achter sta, maar goed, het hoort wel bij de auto. En het bijzondere eraan was dat deze had een kont. Oftewel, dit is een sedan-uitvoering. Ik weet nog wel, als ik met mijn vader vroeger aan het autorijden was, bijvoorbeeld naar de Wasstraat, mensen die zo'n soort auto reden, die zwaaiden ook echt naar elkaar. En mijn plek was hier achterin. Ja, ik ruik het al, hè. Kijk eens hier. Ook mooi die dikkere deurpanelen met dat een soort gel-laag erin. Dit snapte ik overigens ook nooit vroeger, er zaten wel gewoon raamslingers achter. Dus die auto was zo luxe, maar gewoon raamslingers. Wat me dus opvalt, de simpelheid van de auto. Als ik zie hoe dat zo'n C-stijl en hoe dat zo'n hemel en hoe dat alles erin gemonteerd zit. Ja, het is eigenlijk een lachertje, eerste klas. Maar zo mooi, door de eenvoud. Ik heb mijn vader ook verrast met deze auto. En in dusdanige zin dat ik hem wel zelf wilde houden. Want ik vind het zelf gewoon een hele mooie auto. Dus dat terzijde. Maar ik heb wel gezegd van, joh, ik heb nou toch iets aangekocht. Kom maar eens even mee kijken. Nou, en als iemand al zoiets ziet, ja, dan val je natuurlijk stel achterover. Maar dat is juist het leuke. Dat is de persoonlijke lading. En dat maakt het restaureren nog leuker dan dat het al was. Ik heb altijd een lijstje met auto's in mijn hoofd. En als ik dan even niks te doen heb, dan struin ik gewoon even heel internet af. En 99 keer vang je niks.
Maar die 100ste keer, je ziet het, dan heb je beet en dan ga je erop af. 23 jaar geleden, als je dan zoiets had, nou dan had je echt iets. Dat was ook nog de tijd, daar wil ik er ook nog even bij zeggen. Als dan de buurman een nieuwe auto kocht, ja, dan sprak heel de straat daarover, weet je wel. Dat was echt een happening, want ja, die auto stond 10 jaar lang hetzelfde. Iedereen had ook niks anders, weet je wel. Dan stond er een keer een nieuwe auto, heb je al gezien, die en die, die heeft dat gekocht. Nou, ik weet nog goed, onze buurman die kocht 1 keer een nieuwe Mercedes C-klasse. Toen hadden wij deze auto. Nou jongen, dat was bijna nieuws wat de krant haalde. En tegenwoordig is dat wel anders. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het is natuurlijk de opvolger van de Escort. En als je dan die twee tekeningen naast elkaar legt, is het wel echt een hele andere auto. Qua ophanging is hij ook volledig gemoderniseerd. Sterker nog, deze ophanging is gebruikt onder de Volvo V40. Gebruikt onder alle series Ford Focus, tot op heden nog steeds. Die MK3 RS die boven staat, heeft dezelfde achteras als deze 23 jaar oude 1600 Ghia. Dus wat ze toen deden, qua wegligging was Ford dus wel gewoon goed en geslaagd. Qua roest was het allemaal net iets minder, maar dat hebben we opgelost. Ja, het is sowieso een beleving die je eigenlijk nooit meer zult vergeten, omdat die gewoon eigenlijk 23 jaar hetzelfde is gebleven. Als we dan vroeger naar mijn oom en tante gingen, ja, dan ging de radio, evenmin net als de sleutels, die gingen gewoon mee naar binnen toe. Kijk, dan moest je dit eruit klikken en dan was hij niet meer diefstalgevoelig. Ja, het is ongelooflijk, maar dat is echt een verandering van de tijd. Maar hier zit een bepaalde herinnering aan vast en die zal altijd zo blijven.